voetenmeting bestaat uit, als de mensen binnenkomen, wat we eerst gaan doen is een anamnese. Dan gaan we functieonderzoek doen. Dus gaan we kijken aan het gewricht, of de voet of de knie, dat soort dingen, wat er aan de hand is. Daarbij komt er nog bij kijken of er een verwijzing van een specialist, huisarts of fysiotherapeut is. Hebben we daar nog vragen over, dan zullen we daar altijd eventjes over contact plegen met elkaar. Dat is overleg. En dan kunnen we altijd nog kijken wat de scan gaat brengen. Dus eigenlijk zijn er vrij veel stappenplannen. Het is meestal toch wel bij heel veel mensen dat de voetgewelven ingezakt zijn. Door slecht schoeisel, trauma's, dat soort dingen. Waardoor je eigenlijk de steun moet gaan geven om eigenlijk de voetboog eigenlijk weer normaal neer te zetten. Ik let nu op de hiel. Plaatsing. En hoe de afwikkeling van de voet verder is, heeft te maken met instabiliteit in de voorvoet, operatie. Zodra de grote teen een stuk instabiliteit vertoont, dan zie je eigenlijk dat het meeste het lengtegewelf ook wel meer door gaat zakken. Dus gaan we kijken in hoeverre we de steun moeten gaan geven, dus optisch en eigenlijk met de meting die we maken. Wat we hier nu zien is een dynamische afdruk van de voet. De paarse lijn die door je voet heen loopt, dat is een 90 graden lijn door het hielbeen. En de zwart-witte lijn die hier doorheen loopt, dat is je lichaamszwaartepunt op dat moment gemeten. Elk stipje is een fotootje. Hier zie je hem ook lopen, dynamisch. De rode plekken die je in je voet ziet, dat zijn de doorzakkingen van de middenvoetsbeentjes. De grote teen, de hallux, de top van de teen omdat hij uit het lood staat. En dit is de tweede straal, dus de tweede teen die extra druk krijgt omdat de eerste teen instabiel is. Dat is alle leeftijdscategorieën. Ja, dat is van jong, van 5, 6 jaar tot in de 90. En de probleemstellingen daarin liggen heel ver uiteen natuurlijk. Door middel van overbelasting bij kinderen meestal. En eigenlijk meer bij degeneratieve afwijkingen. Dus slijtagevormen en dat soort dingen bij de oudere mensen.